Congolo. Jurgensen. El Amadi. El Amadi. Oh, dat is een mooie goal van El Amadi. Heel vrij binnengeschoten. Lekker hoor, dikke BB hoor. Dat is goed. Dat wil je aan. Alsjeblieft hoor. Tof. Je stond net daar of niet? Ik stond daar links. Ja man. Hoe is het? Goed, ja. Ziet er netjes uit, dan ga je in bruiloft ofzo. Voor aanvoerder van Feyenoord moet ik daar netjes eruit zien, nog niet? Oh ja, bloesje zeker. Dat is een andere stijl. Maar dit, ik vind het zo'n kut nummer dit hè. Maar wat een mooie auto man. Nee, kijk deze. Dat is wel een mooi nummer toch? Geen van niks. Natuurlijk. Ja, don't worry, jongen. Don't worry. Even kijken, even tekenen. Kijk eens, dit is ander vloes nog. Dat is alles wat ik nog heb, jongen. Voor de rest is alles op. Ja. Die is weg. Kijk, die is zelfs nog leeg. Ik kan nog een stuk boven, ik zou wel twijfelen om mee te nemen. Dus. Ik heb altijd zo'n ding in de auto, want ik heb heel veel fans. Ja, dat zie ik wel. Moet je heel dag tekenen, zeker. Hier gewoon? Ja. In het groot of niet? Ja, doe maar. Doe maar, ja, zo is goed. Waar woon je eigenlijk? Apeldoorn, man. Oh ja, Apeldoorn. Zo'n stel twee in de auto. Bij Berghuis. Berghuis komt ook vandaan, toch? Ja. Maar kom je daar vandaan dan? Apeldoorn. Nee, mijn vrouw komt daar vandaan. Oh, je vrouw komt daar vandaan. Die heeft me gekaapt. Ja, dat is toch ook een lekker relax volgens mij daar. De laatste keer... Was jij toen in Diemen bij mij? Nee. Nee, oh nee, bij La... Woonde je daar eerst vroeger? Ja, ik woonde in Diemen. Oh, oké. Okay. En toen kwam Ibi en Noordin. Oh, yeah. Toen bij PSV speelde zeker? Ja, toen ging we aan Amsterdam. Weet je, toen kwam jij later. Ik toen met jullie uit zeker? Ja. Die man stuurde die tijd. Weet je nog, met Afalai, dat we daar in de discotheek stonden toen Ajax supporters kwamen. Toen ging die gelijk naar huis. Dat zou wel kunnen man. Ja. Maar ik heb nooit echt last gehad om eerlijk te zijn. Als ik van de stad inging in Amsterdam of zo, ik heb er weinig last van gehad man. Hier ga je stad in links hè? Ja, links ga je de stad in. Gaan we even rustig gaan. Ja, toch? Ja man. Heb je gisteren lekker oefenpotje gehad, lekker trainingspotje tegen Excelsior? Ja, ik zeg je eerlijk, Excelsior was niet echt goed, man. Nee, hè? Nee, maar ja, we begonnen best wel sterk in het begin, gewoon vol druk zetten. En ja. Als wij dat thuis gewoon elke keer doen, dan kunnen we wel veel ploegen winnen. Maar ik snap echt niet dat wij zoveel punten thuis hebben laten liggen. Ja, ik ook niet. Ongelooflijk. Vorig jaar deden jullie het echt goed en nu... Ja, man, maar dat is het enige wat ons eigenlijk een beetje sterk maakt. En dat hebben we dit jaar niet laten zien, man. Hoe kan dat dan? Ja, ik snap het echt niet, man. Terwijl iedereen gaat met goede bedoelingen die wedstrijd in, maar het enige wat je zou kunnen denken, dat je denkt van oké, je wordt niet meer kampioen, dan is het lastig, maar ja, dat mag eigenlijk niet, man. Nee, dat je altijd... Eigenlijk moet je dat gewoon altijd kunnen opbrengen, want als je ziet hoe wij tegen PSV in de beker spelen, tegen AZ in de beker, of in de competitie, dat soort wedstrijden, ja. Vorig jaar was dat gewoon elke week. Ja. Omdat je staat eerste en dan, je moet gewoon elke week gewoon presteren. En dit jaar presteren we eigenlijk, als we echt onder druk staan, bijvoorbeeld in een beker en zo, dan zijn we wel weer... Eigenlijk dus... mag dat niet, maar... Ja, raar hè, vreemd is dat dan. Ja, het is ook wel vreemd, man. Maar is Gio misschien een beetje makkelijk geworden of zo? Nee, is gewoon hetzelfde. Nee, man. Ik denk gewoon, hoe vorig jaar ook, precies hetzelfde. Alleen, ja, je hebt ook sommige thuiswedstrijden die we hebben gespeeld. Mis je penalty, krijg je de laatste minuut 1-1. En vorig jaar was dat niet het geval, weet je. Nee. En het duurt nu ook langer voordat we goals maken. Vooral de eerste helft van het seizoen hebben we echt... wedstrijd gaat dat heel lang 0-0 staat en dan verlies je hem nog. Jurgensen ook scoort ook niet veel dit seizoen. Ja, ik heb wel pech gehad dat hij hier geblesseerd is geweest, weet je. Maar ja, het is allemaal minder. Bij iedereen hoor. En Berghuisje? Die is wel echt in vorm hoor. Ja. Die is het hele jaar wel constant veel goals gemaakt. Ja. En die was vorig jaar ook gewoon goed. Die was vorig jaar ook belangrijk voor ons. Ook veel wedstrijden heeft hij voor ons doorheen gesleept. Maar dan zeggen ze nu heel veel supporters van Feyenoord, hoor ik dan, ja, Kuit, we missen Kuit. Maar ik kan toch niet van één man af hangen? Het kan ook niet. Het heeft ook niet met één man te maken. Maar ik denk wel dat hij wel een grote rol betekent in de kleedkamer. Weet toch, de jongens wakker houden. Maar er zijn ook wedstrijden waar hij niet heeft gespeeld. Die we ook gewoon hebben gewonnen. En dit jaar is het gewoon allemaal
bij elke speler die vorig jaar bijvoorbeeld een topseizoen hadden, is het allemaal nu misschien 20% minder. Ja. Bij mijzelf ook, weet je. Ja, ja, ja. Als je het vergelijkt met vorig seizoen. Dus ja, ik denk, vind je zelf ook minder je eigen... Ja, ik denk het wel. Vooral qua goals en zo en dat soort dingen. En de goals, ja. Ja, dat denk ik wel. Dat assist? Ik, ja, assist. Ik weet niet of ik er nu heb, 2 of 3. Vorig jaar had ik er ook niet veel, maar daar niet van. Maar het is gewoon, ik denk ook wel als team, ja, ze hebben gewoon dit jaar gewoon minder dan vorig seizoen. Ja, ja. Vooral in wedstrijd, vooral in tegen die kleine clubs en zo, dat we ook nog thuis... Misschien denken, oh, doen we wel even en zo, weet je wel. Misschien ja, te makkelijk. Ja, ik denk, te makkelijk ja, denken. Ja, maar zo, dat, kijk, dat als je één keer verliest kunnen, of zo, 2 keer thuis, dan gaat er al wat, hey, dan gaat het al een beetje, dan gaat het leven al. Hey. Hey, verliezen dit, verliezen ja, dat. Klopt, dat, hey, gaat ook weer, dat speelt ook weer. Maar ja, eigenlijk, ja, hoe moet je dat zeggen? Eigenlijk mag dat niet gebeuren, weet je. Want ook al verlies je 1 wedstrijd, vorig seizoen verloren we 1, maar dan stonden de volgende wedstrijd stonden we, weet je. En ja, nu is het allemaal ja, net niet. Ja. Ja, ik moet ook wel zeggen, vorig seizoen heb je ook wedstrijden gehad dat je heel slecht speelde. En die won je dan. En dan hoor je niemand erover praten. Nee, maar ja, nu, dat is altijd zo. Maar dat is overal ja, zo. En dat is denk ik ook wel terecht dat je kritiek krijgt als een topclub zijn, weet je. Ja. De Champions League was wel een mooie ervaring. Ja, was een mooie ervaring, alleen... Ik had er wel wat meer van verwacht. Ja. Nee, ja, het was... Champions League was, het was van een ander niveau. Ander niveau. Ik zeg je eerlijk. Ik moet wel zeggen dat we... Dat als je de alle wedstrijden bekijkt, weet je... Natuurlijk, de City was je kansloos. Ja, natuurlijk. En uit had je het wel heel goed gedaan, denk ik. Maar ja, sommige wedstrijden ook, dat we echt gewoon... Uitspeel je gelijk? Nee, de laatste minuut of zo, de laatste paar minuten. Klopt. Of verloren. Ja. Maar sommige wedstrijden, ook Napoli uit, ook, dan krijg je zo'n gevoel bij tegen die spelers. Weet je, denk je van ja, het gaat wel lekker en je kan wel mee hobbelen. Ja. Maar dan, ja, dan zie je gewoon de auto uit één klasse, of zie je de klasse van dat soort teams. Weet je, ja, één foutje of één is gelijk een goal, man. Tuurlijk. Maar daar loeren ze gewoon op, ja, weet je. En dat is gewoon het verschil met in Nederland. Ja. In Nederland kom je er nog mee weg. Ja, maar daar, dat is gewoon zakelijk, ja, hè? Daarom. Hup. Maar ze kunnen ook kopen. Maar dat vind ik wel het verschil met Nederland en dat soort teams, weet je. Ja, als je even de bal niet hebt, is ook niet erg, weet je. Nee. En Nederland was... Kijk, alleen Nederland hoe ze tegen Portugal hebben gespeeld. Ze hadden volgens mij ook alleen maar aan het verdedigen, maar ja, ze winnen wel, weet je. Ja, ja. Ik denk dat het wel goed is dat Nederland een beetje die mentaliteit ook krijgt, weet je. Ja, moet bij ons, bij ons is het allemaal van... als we maar goed voetballen en... Of als we winnen, dan was het nog steeds slecht. Snap je? Ja, 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 altijd dat soort dingen. Als je met 2-0 wint, had je met 3-0 moeten winnen. Ik weet in SBS ten Villa, ja, zeg je eerlijk, ik had misschien maar 3 ballen per wedstrijd of 5 ballen of zo. Ja. Maar we wonnen die wedstrijd en dan was het gewoon wel done. Ja, dat is ook, ja. Aston Villa, Birmingham, hè? Ja, Birmingham, ja. Zo, ben je een keer in die club geweest daar? Die Rhino? Spirit Rhino? Nee, ben ik nooit geweest. Oh. Zo, je hebt wel een club gehad daar in Engeland. Ik was vast de klant, gek. Maar ging je daar gewoon van, Everton ligt dan bij Manchester of bij Liverpool, ja, toch? Ligt wel. Dus dan ging je gewoon naar Birmingham, is niet zo ver, toch? Nee. Birmingham, Liverpool en zo. Nee. Ik denk 2 uurtjes rijden of zo, weet je wel, net als, ja, dat valt wel mee. Hier. Ja, maar hoe was dat, hè? Aston Villa, hè? Ja, ik moet wel zeggen, ik heb het wel naar mijn zin gehad daar, alleen qua leven en zo moest ik wel echt wennen. Ja. En voetbal ook, hoor, in het begin. Voetbal was, ging je gewoon in positie staan en wachten tot je een bal krijgt, maar daar moet je gewoon vanaf minuut 1 doen wat zij ook doen, gewoon op en neer rennen. Ja. Als je daar even stil blijft staan, ja, dan kom je er niet meer weg, hoor. Ja, dat is ook, ja. Dat is een hele andere mentaliteit. Ja, ga dan, man. Dat is echt een vrouw. Zie ik, zeg dat? Ze moeten kijken. Oh, ik zit... Dat is blind, hé. Hey. Blinden mocht dan niet rijden. Hij zei, Tesla. Rijdt zelf. Ja. Toen ben je... Je bent ook nog... Twente, je komt uit Enschede. Ja, ik ben opgegroeid in Enschede. Vanaf mijn 11e speel ik bij de jeugd van Twente. Okay. Toen heb ik hele jeugd gehad daar bij Twente, vanaf de C. Maar hoe praat je met accent? Ja, ik kan het wel, hè? Ja? Nee, als ik daar even, maar ik ben nu al 10 jaar een beetje weg uit Enschede, dus, maar ja, als ik daar even ben met mijn zussen en zo, dan ga je automatisch gewoon ook zo praten. Oh, dus je zussen hebben nog wel zo'n accent? Ja, mijn zussen, mijn broers, iedereen praat nog wel zo, hoor. Oké, okay, ja, dat zit er gewoon in. En mijn beste vrienden komen allemaal uit Enschede, dus okay, ik kom er nog wel regelmatig. Ja, ja, als je vrij bent dus ook. Ja, ik heb er nog een huis, dus ik kom er nog wel regelmatig. Oké. Okay. Ja. En vandaag waren jullie ook vrij naar de... Ja, maar we waren vrij, man. Heb je wat gedaan nog of zo? Nee. Gewoon een beetje uitgeslapen, net wat gegeten in de stad en voor de rest niet veel, man. Gewoon lekker relaxen, man. Oké, okay, en wie woont er nog meer hier in de buurt dan? Of bij jou? Bij mij in de flat wonen wel veel, man. Habs woont daar, Kevin Dix. Oh. Bilal woonde daar, maar die is verhuisd.
Oké, ja, die en, tegenover mij woont Steven Berghuis en Nicolai. Oké. Okay. Nicolai en Sam Larsen. Oké, okay, dus... Ja, in die omgeving wonen wel de meeste, man. Dat is gewoon wel relaxed wonen, ja, man. En Sufjan, die woont daar niet. Die heeft niet zo'n goed dik contract, hè? Die moet nog eens gaan doen. Nee, Sufjan woont dicht bij de Kuip. Ja? Ja, die, okay. Die woont dichtbij wonen, man. Okay. Maar die woont ook wel leuk, hoor. Gewoon relaxed naast de Kuip. Dus en nu, wat denk je van de WK? Ja, als ik Portugal zo heb zien spelen tegen Nederland, dan denk je van, je hebt misschien wel kans, weet je, maar ik denk Portugal op een WK zou ook gewoon goed zijn, man. We hebben eerst Iran, eerste wedstrijd. Ja, moet je echt goed doorkomen. Ja. Maar ja, als je dat op papier ziet, denk je ook eens een makkelijke wedstrijd. Ja. Het zijn wel jongens die gewoon allemaal in dezelfde competities, of met elkaar in één team spelen, het hele jaar, hè, hoor ik. Dus al die spelers zijn gewoon allemaal ingespeeld op elkaar. Dus dat is ook gewoon, wordt ook gewoon een lastige wedstrijd. Oké, okay. Dus ze zitten in één gewoon... Ja, in... de meeste jongens wel, volgens mij. Oké. Okay. Is het allemaal in. Ja, ik hoorde dat die trainer ook had gezegd van dat hij de competitie wil stilleggen omdat hij alleen maar met die jongens wil gaan trainen. Waarom mee je? Ja, ja, dat kan daar gewoon. Ja. Stop, ja. WK ja, komt eraan. Dat kan daar echt, hoor. Ja, geen competitie meer. We gaan gewoon trainen en spelen met voor die jongens. WK. Ja. Ja, man, dat kan allemaal daar. Ja, dan krijg je weer dat onderschatting, weet je wel. Dat gevaar. Ja, daarom. Iedereen denkt Iran. Ja, kan wel. Oh, wacht, makkelijk. Het is, op papier zal het misschien wel de minste van de drie zijn, maar ik bedoel, op een WK, je weet maar nooit. Je ziet ook altijd ploegen van die in één keer kunnen verrassen, weet je. Ja. Dus, hopelijk zijn wij dat, maar... Maar je hebt dat, ja, dat hoop ik ook wel. Ik ben toch wel een beetje voor Marokko, ik. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, die jongens uit Nederland spelen daar ook in, dus ik vind dat... Andersom, als Nederland naar een WK gaat en wij zijn er niet, zijn wij meestal ook voor Nederland. Ja, ja, daarom. Dus ik vind dat wel mooi voor het zou wel mooi zijn als we wat kunnen doen, man. Ja. Het is Portugal, Iran en wie was die andere ook weer? Spanje. Wie was die andere? Oh, ja, Spanje. Ja, maar die hebben gelukkig als laatste, dus dan hopelijk hebben we dan nog 6 punten. Dat zou helemaal top zijn. Ja, ja. Nee, ja, het is een mooie ervaring, man. Na 20 jaar, hele land. Speelde laatst ook in Turijn in Torino. Ja. Ja, dat was ook echt niet normaal, man. Al die... Veel supporters? Al die Marokkanen overal, joh. Ja? Ze zitten overal, ja, hè? Ja, niet normaal, man. Jezus. Echt overal. Hoeveel zijn er wel niet? Echt overal. Ik dacht dat in Nederland veel wonen. Ja. Nee, man. Dat is wel mooi, hoor. Ik zeg je eerlijk. Het leeft wel echt. Ja. Ook als je nu in Marokko komt en zo. Ja, je merkt gewoon alles van... dat ze echt naar snakken, man. Ja, ja, dat is ook wel mooi. Wordt ook een tijd weer een keer. Ja, maar voor mij ook, man. Ik heb 10 jaar bij de nationale ploeg niks bereikt daar. Nee. Dus ja, en nu is het eindelijk... ik heb 3 Afrika Cups gespeeld. Twee in de ploeg, in de groepsfase al eruit. En de laatste Afrika Cup was dan wel oké, weet je. Ja. Maar nu met het WK gehaald is toch wel het hoogtepunt bij mij bij de nationale ploeg. Dus dat is wel echt mooi. Dat is wel een mooie ervaring. Ik heb EK gespeeld. EK eentje. Ja? Ja, in Portugal. Dat is mooi. Maar, was dat toen met... Met de advocaat. Oh, ja. wat hadden jullie toen gedaan? Toen verloren wij ook... toen kwam Cristiano Ronaldo net op. Die scoorde toen tegen ons. Dan waren we kwartfinale tegen Portugal. Of halve finale. Hadden jullie die verloren toen? Verloren. Was dat toen Boula ding had geschopt? Nee, nee. Was, dat was met Van Basten. Ja, dat was daarvoor. Dat met al die rode kaarten. Was daarna. Oh, ja, dat was daarna. Ik was daarvoor nog. Oh, toen was je nog wel jong, of niet? Ja, was ik 23 of zo. Wat top, man. Had je nog gespeeld dan? Alles gespeeld, alleen tegen Portugal niet. Ja, toen kwam Overmars in mijn plaats. Dat is ook geen slechte naam, toch? Nee, maar we verloren wel gelijk, omdat ik niet weet het al. Had je ook goed moeten opstellen? Ja, tuurlijk. Maar had je het goed gedaan dan? Ik kan niets meer herinneren. Ik speelde echt niet echt. Hoe je normaal speelde, weet ik niet. Nee, ik, tegen Tsjechië. Och, zo speelde. Toen Robben werd gewisseld, het verhaal. Weet je wel, met speelde advocaat. Ik speelde zo slecht, jongen. Ik denk, oh, ja, heb ook gelijk dat hij mij gewoon ernaast heb gezet, advocaat. Was dat de laatste wedstrijd van de pool of zo? Of kwartfinale of zo? Dat was kwartfinales volgens mij, ja. Oké. Of de halffinale, weet ik niet meer. Maar nee, halffinale geloof ik. Want toen wonnen we van Zweden. Oh, ja. Met penalties tegen Ibra. Oh, ja. En daar heb je ook nog mee gespeeld, toch, bij Ajax? Ja. Ja, man. Je hebt ook wel wat aardige clubs gehad, man. Van de week ook. Oh, debuut bij LA Galaxy. Heb je gezien die goals? Echt mooi, man. Maar niet normaal, hè? Dat is niet normaal. Zou ook gewoon van tevoren zeggen, gewoon van... ja, dat is echt gruwelijk, man. Jongen. Heb je die ding gezien daarna dan? Na de wedstrijd? Dat hij zei van... Ja, ik was al helemaal kapot, dus ik dacht van... Ik ga niet dribbelen met de bal, want dan ben ik nog meer moe. Dus ik ga hem wel gelijk schieten. Och, daarom waar die goal uit kwam. Ja, maar hij is ook wel een beetje acteur, denk ik, hoor. Dus het zal ook wel bij hem... Hij weet precies wat je moet zeggen.
wat hij precies moet zeggen. Ja, ja, weet hij toch, hij is toch ook in die krant dat hij welkom te Zlatan of zo, want zei die kan weer die maf. Ja, gekke gast. Man. Gekke homo. Wie is jouw beste Mattie in voetballerij? In voetballerij? Thierry, zeg ik. Ja, toch wel Thierry, man. Ja? Ja, dat is net zo'n broertje van mij. Ja, ik ben met hem opgegroeid in Enschede, een beetje, we waren een beetje buren. Dus ja, vanaf jongs af aan al altijd voetballen. Hij was altijd drie jaar jonger, maar hij voetbalde altijd met mij. Ja. Dus altijd flessen voetbal en dat soort dingen. Jij hebt flessen met water? Met water. Ja, man, ik ook. Goed, man. Top, hè, was dat. Als ik dat nu zie, als ik nu op straat kijk, zie ik dat echt niet meer. Man. Nee, je ziet geen en nu is het gewoon, kom, we gaan de stad in. Die jongetjes van 13, 14, kom, we gaan de stad in. Ja. Gaan chillen in de stad of bij het station staan. Ja. Vroeger was het alleen maar voetballen, man. Ja. Dat is niet normaal. Precies, als ik nu op steentjes voetbal of water. En nu is het alleen maar met PlayStation, dit. Kom, we gaan PlayStation online spelen. Ja. Vroeger had je dat helemaal online spelen. Nee. Vroeger moest je gewoon mensen uitnodigen om, om te spelen. Ook geen telefoon, niks. Nee, dat echt groot verschil, man. Daarom ben ik wel blij dat ik die tijd heb meegemaakt, man. Ja, is ook wel mooi, echt alleen maar voetbal. En het is ook echt toevallig dat gewoon die jongens die van hun 13e altijd op straat voetbalden bij mij. Dus die Chris David, die voetbalde ook altijd. Die Turuc, die voetbalde bij mij achter dan. Het zijn wel allemaal jongens die het voetbal hebben gehaald, ja, weet je. Ja. En die jongens die dan af en toe wat anders gingen doen. Die bijvoorbeeld, als je die belde van kon gaan voetballen en die dan meestal zeiden van nee, ik ga niet. Ja, die hebben het allemaal niet gehaald, weet je. Nee. Dus dat is wel echt, echte liefhebbers hebben het allemaal gehaald. Charon Sherry was ook weer... Waar speelt hij nu? Hij speelt in China, man. Oh, zal ik afvullen? Heb je gelijk? Hij is in China, ja, hij heeft gelijk, man. Ja, tuurlijk. Hij is nu volgens mij 29 of zo. Dat is voor hem ook ideaal, man. Jij bent nu 33? Ja, 33, man. Wat? En hoe lang contact heb je nog? Ik heb hierna nog 1 jaar, man. Ja, man. Dus ik zit ook te kijken wat hij gaat doen, man. Ja, nou, als je nog een keer het bij kan tekenen voor 2, 3 jaar voor 1,5 miljoen, ja, is toch lekker. Ja, toch? Dat zou wel lekker zijn. Ik ben 33 nu en ja, ik heb mijn WK en daarna zie ik het wel, man. Ja. Het zou ook wel misschien nog wel leuk zijn om nog een stap te nemen, ergens anders naartoe, weet je. Maar... Nog een jaar, zou je dat wel willen, naar buitenland? Ik zou nog wel, misschien nog wel in het buitenland willen spelen. Nog. Waar dan? China? Ja, ik weet echt nog niet. Ja, China, nee. China op dit moment denk ik niet, man. Ja, je hebt... Wat misschien nog wel zou kunnen, misschien op een later stadium, misschien Qatar of Dubai, lijkt me ook nog wel. Daar ben je geweest toch? Ja, daar heb ik ook gespeeld, man. Hoe was dat? De timing was niet echt goed, man. Hoezo? Wat? Ja, ik was 25 of 26, man. Ja, dus, te jong, hè? Ik heb echt naar mijn zin gehad, maar het had niet veel met voetbal te maken, man. Nee? Gewoon stadions waren leeg en dat soort dingen. Ja, dus ja, het was gewoon, die tijd was het gewoon, ja. Ik ging er naartoe, het ging slecht met Feyenoord. Als ik dezelfde mentaliteit had die ik nu had, had ik nooit die keuze gemaakt. Ja. Maar uiteindelijk ja, was Feyenoord ook best wel makkelijk om mij, omdat ik weg kon. Dus ja, dus ik was, toch ook ik was er toen ook wel klaar mee, weet je. Dus toen dacht ik van ja, weet je wat, dan ga ik ook wel gewoon weg. Maar moest Feyenoord jou ja, niet verkopen? Ja, ze hadden toen wel geldproblemen en zo. En ja, de onderhandelingen tussen die twee clubs gingen heel makkelijk. Dus dacht ik ook van ja, dan wil Feyenoord mij ook wel weg hebben. Dus vandaar die keuze. Ja. Maar dat is ik raad het mensen niet aan, weet je. Op later stadion, weet je, als je wat ouder bent, is het echt top, hoor. Ik zeg je eerlijk, ik heb een mooi leven gehad daar. En ook de mensen en de club was ook echt top, gewoon. Alles goed geregeld en zo. Dat is sowieso goed, alleen ja. S'avonds trainen, hè? Ja, meestal 6:30 of zo pas trainen. Oh. Ja, dat was wel echt lekker, man. Dat is wel lekker, hè? Dat is wel wat voor jou, denk ik. Natuurlijk, man. Zo. Uitslapen, lekker zuipen en dan volgende dag ben je gewoon weer fit. Dat is niet normaal. Ja, dat was wel echt mooi, man. Ik zeg je eerlijk. Oké. Gewoon lekker uitslapen, het zwembad liggen. En hoe lang heb je daar gespeeld? 6 maanden, man. Och. Ja, ik was daar maar 6 maanden. Ik ben een half jaar verhuurd eigenlijk. Ja. En toen ben ik teruggekomen en eigenlijk toen kwamen Ronald Koeman en Martin van Geel. Ja, toen was alles veranderd bij Feyenoord. En voor mij ook, zag er ook allemaal heel goed uit voor mij. En Ronald Koeman zei gelijk van, je weet dat je kan voetballen, je zal het voetballen niet hebben verleerd. En als je het laat zien op de training, dan ga je gewoon spelen. Ja. En toen ben ik daarmee begonnen en ja, heb ik alles gespeeld. Een jaar gespeeld, zijn we tweede geworden nog. Dat was ook na een lange tijd bij Feyenoord. En toen heb ik transfer naar Aston Villa verdiend. Dus van Dubai naar Aston Villa. Ja, zo hé. Ja, dat zie je maar. Maar het had ook de andere kant op kunnen vallen, weet je. Het had ook kunnen zijn dat ik naar Feyenoord terugkwam en op een tweede plan. Ja. En dan was het heel moeilijk om weer terug te komen, om in de picture te komen. Maar nu was het eigenlijk, alles paste precies. En ik liet het dat jaar ook zien. Dus dat was wel heel mooi.
Ja. Ah, vet man. Ja man. Hey, maar jij bent niet zo'n speler met dingen, tattoos en zo, toch? Nee man, nee joh. Nee, dat kan niet man. Tattoo. Jij wel, hè? Jij zit er helemaal onder, of ik niet? Wel. Ik wel. Mijn kop ook, mijn kop ook. Vader hond. Noorden, Noorden. Ja, dat is gek, jongen, echt. Ja, en Joep, wat vond jij jou... Ja, man. Of ga je weg? Nee, ja. Nee, hè? Ik weet echt nog niet, man. Kijk, ik heb altijd gezegd, man, ik voel me echt thuis in Rotterdam. En misschien wil ik hier ook wel blijven wonen als ik straks klaar ben met voetballen, weet je. Ik heb het echt naar mijn zin. En de club natuurlijk ook echt... Mini-boerderij in Enschede. Nee, man. Nee, als ik daar nu kom, is het een beetje... Het is wel, ik heb het echt naar mijn zin. En mijn familie woont daar en zo. Maar het is wel... Ik ben nu wel echt Randstad gewend. En een beetje die drukte en zo. Ja. Daar hou ik wel van. Dus ja, ik heb het naar mijn zin bij de club. Ik zou hier nog wel jaren willen blijven, maar je weet maar nooit wat er kan gebeuren na het WK, weet je. En, wat zou je willen doen na je voetbal? Ik weet echt nog niet, man. Nee, ik zeg je eerlijk, man. Is trainer zijn iets voor jou? Ik denk niet dat ik echt hoofdtrainer kan zijn, want dan begin je weer gewoon weer. Dan is het weer allemaal hetzelfde weer, die hotel. Trainingskamp. Trainingskamp. Dus nee, dat heb je dan al 15 jaar gedaan en dan ga je weer opnieuw beginnen, weet je. Kijk, jeugdtrainer lijkt me wel echt leuk. Of scout, of met iets met spelers of zo, lijkt me wel echt leuk, weet je. Een beetje die ervaring wat je zelf verkeerd of goed hebt gedaan, dan overbrengen. Ja, dat zou ook nog wel... Ben je kauwgom? Ja, stink ik zo uit de bek dan. Ja. Nee, grapje. Dat lijkt me nog wel leuk, man. Neem er wel 5. Nee, grapje. Maar, ken je Zack ook? Zack Tubes? Ja. Ja, man, die ken ik ook, man. Hij is eng, hè? Hij is wel goed bezig, hè? Ja, hij wel draait, goed. Hoor. Ja, hij draait wel. Maar elke zondag, hè, krijg een berichtje van hem. Hé, hey, bro. Hoe is het? Doe swipe op. Swipe. Alleen zondag, hè. We zitten in de groepsapp dan, maar op zondag doet hij alleen maar privé, hè. Swipe op, ja. Doe swipe op. Hé, hey, bro. Ja, gaat dit. Maar hij is wel leuk, man. Leuke programma's, man. Ja, hij doet het goed. Hij doet. Ik gun hem ook, man. Maar de mooiste vond ik wel die van jou met hem, man. Ik zeg je eerlijk, van al die, die was uitzending was die wel het mooiste. Met die eindkop. Die gingen we nog allemaal kijken in de kleedkamer met z'n allen. Oh, dat ging helemaal stuk, man. Bij Feyenoord, hè? Ja, maar man. Iedereen ging kijken, man. Hij liet een stukje zien op, op die groepsapp. Ging jij met hem ook op zo'n karretje rijden, joh? In zo'n karretje rijden. Dat is gek, jongen. Hij ging zo op een schoot zitten. Hey, maar dat ding gaat best wel hard, of ja, hoor? Volgens mij heeft hij me opgevoerd. Ik zweer het, ik stond aan te wachten bij die Albert Heijn daar. Ja. Hij zegt, hé, bro, kom maar aan. Ik zeg, is goed. 3 kwartier later kwam hij aan, hè. Maar wel mooi, hoor. Hij was helemaal vereist. Hij ligt net één blok ijs. Ik zeg, waar ben je? Waar kom je vandaan? Ja. Ik woon hier achter. Later ging hij met mij mee, hè? Naar zijn huis, naar zijn broers huis. Was godverdomme nog 3 kwartier rijden met de auto. Moest jij met hem mee rijden? Ging naar hem naar huis te koken. Oh, zie op die scooter van hem, die driewielen. Hele handen, die stumpjes van hem. Stumpen. En wel grote handen, hè? Hey, oh, haren erop, gek is niet normaal. Hij lijkt Frodo wel. Van Lord of the Rings. Frodo. Wel mooi, ik zeg je eerlijk hoe hij erin staat en zo. Ja. Dat hij gewoon heeft wel een soort handicap, maar nog steeds gewoon alleen maar lachen en wel mooi, man. Hij is lichamelijk gewoon. Maar ja, daarom, geestelijk is hij gewoon normaal. Ja, hij is gewoon gek. Hij maakt kerel. Iedereen gek, hoor. Ja, hij schijt hem alles. Hey, maar waar heb jij spijt van in je leven nog? Spijt, ja. Ik zeg je wel eerlijk, toen ik van Twente naar Feyenoord ging, dat ik niet had doorgepakt, man. En ik dacht van, je weet toch, ik tekende 5 jaar contract. Ja. En nu ik dacht van, ja, weet je, niks kan me meer... Nee. Niks kan me meer gebeuren, weet je. Dat ik te makkelijk dacht, weet je. Mentaliteit van, gewoon. Ja, gewoon mentaliteit. En dat, als het even niet ging, dat ik dacht van, weet je wat, laat maar zitten, man. Ja, ik heb toch nog 5 jaar getekend, weet je. Ja. En toen ik eigenlijk naar Dubai was gegaan en weer terug was gekomen, toen was bij mij eigenlijk... want al die jaren dat je eigenlijk liefde voor het spelletje had, weet je. Ja. En dat gooi je nu zomaar weg, weet je. Ja, en toen dacht ik bij mezelf van, ja, weet je wat, ik ga gewoon terug naar Nederland. En ik zie het wel, weet je, ik ga gewoon keihard mijn best doen. En ik heb toen eigenlijk die mentaliteit helemaal toen ben ik mentaal eigenlijk gewoon sterker geworden, weet je. Ik heb daar 6 maanden gezeten en ik dacht van, ja, ga ik zo opgeven, weet je. Ga ik mijn voetbalcarrière zo laten. Ja, toen ben ik eigenlijk teruggekomen naar Feyenoord en eigenlijk vanaf dat moment eigenlijk... Oh, je woont hier, hè? Nee. Oh nee. Daar. Het gebouw daar. Oh shit, man. Toen is eigenlijk mijn mentaliteit veranderd. En en vooral naar Engeland helemaal. Weet je. Toen ik in Engeland was, toen heb ik echt pas leren wat winnen is. En wat je ervoor moet doen om te winnen. Dat het allemaal niet
dat het allemaal niet met mooi voetbal je gewoon een goede mentaliteit moet hebben. En dat ontbreekt, dat ontbreekt denk ik wel bij veel gasten. Weet. Als ik sommige spelers om me heen zie die veel beter aan mij zijn, hè, of waren, maar die hebben helemaal niks bereikt. Helemaal niks bereikt. En dat is denk ik alleen maar mentaliteit. Ja, en het gewoon elke keer kunnen opbrengen van tot het gaatje gaan, weet je. Daar geloof ik echt in, weet je. Als je maar inzet, en vroeger dacht ik ook van, toen ik van Twente kwam, want ik kwam eigenlijk bij Twente, was ik eigenlijk gewoon een mooi weervoetballer eigenlijk. Ja, nee, ja. Toen kwam ik bij Feyenoord en toen dacht ik van, ik ga het toch wel redden met mijn kwaliteiten, met mijn technische vaardigheden en al die dingen. Maar voetbal komt ook heel veel andere dingen bij kijken. Ja, is ook. Eerlijk, man. Ook, zeg maar, als je met tegenslagen om kunnen gaan. Ja, juist, dat is het ook. Toen ik net bij Feyenoord was, was ik 22, zag ik mijn naam in de krant van, iemand schreef wat slechts over mij. Ja. Dan was ik gelijk helemaal van slag. Ja. Dat had ik die tijd eigenlijk. En toen dacht ik bij mezelf van, shit, dat kan toch niet. Van helemaal opgehemeld bij Twente, naar nu van mislukkeling en miskoop. En dat soort woorden gingen echt in je hoofd spelen. En ik denk, dat na 2-3 jaar is dat bij mij echt, ben ik daar echt mee leren omgaan, weet je. Ja. Eigenlijk moet je gewoon, eigenlijk de beste spelers zijn eigenlijk de jongens die dat eigenlijk van zich af kunnen houden, weet je. Van, die dan, komen verder. Ja, die komen het vers, denk ik. Zo, daar geloof ik wel echt in. Want denk ik ook wel. Niet alleen maar denken aan leuke dingen. Doorgaan, hè? Oh, en dan zo naar jou? Ja. Hey, en niet alleen maar denken van wat jij nou net zei van, oh, ik heb mijn contract interesseert mij. Nee, nou, ik zeg je eerlijk, dat is echt de grootste fout wat je kan maken, man. Ja. Want dan, als je dat doet, ik zeg je eerlijk, dan gaat het alleen maar bergafwaarts, man. Je moet juist, als je bijvoorbeeld, als het juist heel goed gaat, dan moet je nog harder gaan trainen. En nog, dat heb ik wel geleerd. En vooral vorig seizoen met het kampioensjaar, weet je. Dat je elke week alleen maar vol lof over je is. Maar dan moet je juist denken van, dat is weg en weer opnieuw, weet je. Ja. Je moet weer deze week weer vlammen, weet je. Je hebt geen vrouwen, vriendin? Nee, man. Dat is het enige wat nog ontbreekt bij mij, man. Ik zeg je eerlijk, man. Waarom? Ja, ik weet niet, man. Ik ben echt iemand die... Kieskeurig? Ja, dat ook. Maar ik ben ook wel iemand die zich altijd alleen maar wil focussen. Veel gefocust op voetbal. En dat ik niet echt... Andere dingen aan je hoofd wil hebben. Dat ik gewoon, denk ik, een vrouw naast me heb die bij me woont en zo. Ik weet niet of ik daar wel... Niet, in ieder geval. Vroeger dacht ik altijd van, als ik klaar ben met voetballen, dan wil ik me daar echt op, dat ik echt een vrouw en kinderen, weet je. En nu wil ik me, misschien ben ik daar een beetje te egoïstisch voor me, dat ik alleen maar aan mezelf denk of zo, weet je. Ja, dat kan ook goed zijn, toch? Ja, daarom, man. Dus dat je gewoon nu focust op, had ik dat maar gedaan? Als ik dat had gedaan wat jij hebt, hè? Was ik net gestopt, eerlijk, man, 2-3 jaar. Iedereen weet toch dat jij, hoe bedoel je, dat je veel te veel kwaliteit had, hoe jij je carrière eigenlijk hebt, eigenlijk nog meer eruit had kunnen halen, weet je. Ik was echt goed, jongen. Uiteindelijk, is echt zo. Ja, maar is toch ook zo? Ik kan wel goed voelen. Ja, ik wil niet slijmen of zo, maar dat zag iedereen toch? Ja. Maar stom is dat dan, hè? Maar uiteindelijk heb jij wel al die clubs gehad, weet je? Dat wel, maar toch. Ja. Ik denk dat jij bijvoorbeeld bij een Everton of bij een... als jij echt 100% alleen voetbal had gericht, dan heb je makkelijk... was je wel de man misschien in Engeland, hoor. Ja. Daar geloof ik echt wel in, hoor. Dat denk ik ook wel. Vooral bij Everton, joh. Hadden wij drie spelers die konden voetballen, maar hè? Bij Inter zag ik je nog wel wat leuke dingen doen. Ja, Inter speelde ik wel. Twee jaar heb ik daar gespeeld. Dan heb ik 36 wedstrijden gespeeld. En daar ging ik nog wel goed. En daarna ging ik naar Everton. Hadden we alleen Arteta, die kon voetballen. Van Arsenal. Hij is nou assistent van Pep Guardiola. En Tim Cahill. Okay, Pina hadden we ook later nog. Stevie, die kon ook natuurlijk goed voetballen, maar de rest was gewoon rennen. Niet normaal, man. Ja. Maar je ziet zelf ook, daar moet je gewoon in mee. Als je er niet in meegaat, heb je echt een probleem. Ja, dat was mijn probleem. Dat had ik in het begin bij Aston Villa, dat ik om me heen keek. Dacht, wat gebeurt hier, man? Maar uiteindelijk zag ik al die gasten in de gym gaan, dit, dat. Dacht ik bij mezelf, ik moet echt wat gaan veranderen, wil ik hier gaan spelen. Ja. En uiteindelijk ben ik er gewoon meegegaan. Dat heb ik bijna alle wedstrijden gespeeld toen ik daar heb gezeten. Ja. Alleen ik had niet echt veel plezier in het voetbal, daar ben ik wel eerlijk. Nee, die plezier ben je kwijt, maar moet je wel doen. En ik had heel veel verwacht van de Premier League, maar toen ik daar kwam, dacht ik van, valt echt reuze mee, weet je. Het voetbal en zo heb ik het over. Alleen, ik denk wel als je bij de top 7 speelt, top 6 en zo, dan heb je het wel echt naar je zin, denk ik. Makkelijker ook. Maar bij dat soort clubs als Aston Villa, die tijd, Stoke, allemaal degradatievoetballen. Ja, moeilijk voetballen. Ik weet nog, we waren in een voorbereiding. We speelden echt alleen maar met de bal, weet je. Van opbouw, van achteruit. We speelden de eerste wedstrijd West Ham uit. Ja. Verloren met 1-0. Had die trainer alles omgegooid.
Oh, ja? Dus we mochten niet meer opbouwen van achteruit, we moesten alles gewoon, noemen ze dat, in de channel. Oh, ja. In de channel. Of die nou aankwam of niet, je moet hem gewoon erachter spelen. Ja. Ja, en dan... Maar ik zeg je wel eerlijk, ik heb wel gezien van jongens die helemaal niet zo goed waren aan de bal en zo. Mm-hmm. En ik speelde precies spel, dacht ik, oh, dit gaat toch best wel lekker, ik ben wel een van de beste hier. Ja. Maar toen begon die wedstrijd, en toen waren die jongen waar ik dacht van, hey, die kunnen er helemaal niks van, die waren juist de beste. Omdat ze alleen maar op en neer gingen als een gek. Die rennen zich rot. Voor de rest kunnen niks. Loop je daar op hier? Hier zo. Maar hier is goed hoor. Hey, maar dat is echt zo. Kwaliteit qua voetbal zijn wij gewoon beter. Maar ja, die mentaliteit is van die gasten beter. En je hebt ook gasten, ik zeg je eerlijk, die gingen misschien op maandag of dinsdag zichzelf helemaal klemzuipen. Ja. En als ze dan de wedstrijd begon of de training, gingen ze gewoon als een gek tekeer. Ja. Van die knop om. Ja, niet normaal. Helemaal dat gek. Dat vind ik wel echt knap van hun, die mentaliteit. Ze hebben wel die mentaliteit, die Engelsen. Ja, ze moeten wel. Ik denk als Nederland dat er nog bij krijgt, weet je, qua die mentaliteit, qua gaan de hele tijd. Ja. In wedstrijden en zo, denk ik echt wel dat Nederland ook wel... Want Nederland heeft sowieso altijd wel de basistechniek, weet je. Ja. Een van de beste. Ja. Weet je, qua positiespel en dat soort dingen. Maar zoals nu begint dat te komen. Vind ik het wel goed wat Ronald Koeman nou heeft gedaan met Nederlands elftal. Ja, dat is gewoon top. Gewoon even ook dat even laten zien, hoe dat gaat, weet je. Wat? Gewoon achter de bal en met elkaar als team, weet je. En vroeger, ja, natuurlijk had je Van Persie, Sneijder, Robben, dat soort mannen. Maar ja, dat heb je nu niet, denk ik. Dus ja, nu moet je wel echt gewoon een goed team hebben. Dat moet weer helemaal komen, ja. Het Kluivertje misschien, linksbuiten. Ja, natuurlijk, het zijn wel goede talenten, man. Ja. Als met Depay en dat soort jongens, weet je. Jij heb ook een Nederlands elftal nog. Ja, ik heb nog met de lichting van Ryan Babel en zo gezeten. Met Foppe Daan was nog mijn trainer. Nederlands elftal 120. En toen dacht je van, nou ja, krijg je toch geen kans in Nederlands elftal. Ja, weet je wat het was? Ik moet wel eerlijk zeggen, die tijd koos ik ook wel met mijn hart, weet je, van ik kies voor Marokko, maar ik had toen een WK in Nederland toen met Marokko, weet je. Ja. Dat deed Nederland ook aan mee. En eigenlijk was ik ook bij 120 kwam ik een beetje op de bank terecht, weet je. En uiteindelijk heb ik toch wel gekozen voor Marokko, omdat ik toch wel het gevoel had van, weet je, ik wil wat bereiken met Marokko. En uiteindelijk heb ik toen gekozen voor Marokko. En uiteindelijk ben ik ook niet, sta ik er nog steeds 100% achter. Mooi. Ja, maar mooi toch. Even kijken. Ik had nog een paar vragen van de fans van jou. Ja? Je hebt wel veel fans, jongen. Ik hoop je met Marokko of transfer naar Real of Barcelona. Kutvraag, hè? Ja, man. Oh. Nou, dan kies ik toch voor een kampioen worden met Marokko, man. Ja? Ja, man. Nee. Oh ja, kampioen. Ja, ja, ja. Ja, toch? Ja, kampioen. Oké. Okay. Ja, oh, dat is wel mooi. Je bent geen landverrader. Hey, wat zijn je slechte gewoontes? Dat zijn allemaal vragen van fans. Mijn slechte gewoontes? Yeah. Ik kan best wel kortaf zijn op de app. Oké. Okay. Gewoon kortaf met antwoorden. Ja. Dat zijn wel mijn slechte eigenschappen, denk ik. Oké. Okay. Ja. En even kijken. Dingen vergeten, soms afspraken vergeten. Ja, ja? Oké. Okay. Dat zijn wel slechte eigenschappen. Oké. Okay. Ja, ik en niet. Net als net, was ik te laat. Maar, ik haat dat, hè. Als ik te laat kom, kan ik zo slecht tegen, hè. Ik wil altijd op tijd zijn. Ja? Maar was je ook zo als voetballer? Ja. Was je altijd op tijd op de club, hè? Ja, man. Ja, dat zou je niet verwachten van mij, hè. Maar soms kwam ik gewoon een hele dag niet. Dan bleef ik gewoon thuis. Hey. Dan was ik ook niet te laat. Dan kwam ik gewoon niet. Wat een gek, joh. Net even kijken. Oh, ja. Ja, wat maakt jou aan het huilen? Dat vond ik wel een goeie. Wat zeg je? Wat maakt jou aan het huilen? Wat maakt mij aan het huilen? Uien. Wat mij aan het huilen heeft gemaakt... Denk ik het eerst dat ik naar Mekka was geweest, man. Oké. Okay. Toen was ik 26, 27 was ik naar Mekka geweest. En toen had ik voor het eerst, toen ik daar voor het eerst binnenstapte eigenlijk, begon ik al in de moskee begon ik al te huilen, man. Ja. Ja, man. Dat was wel echt iets speciaals voor mij, weet je. Ja, ja. Dus ja, dat was dat was wat mij aan het huilen had gemaakt. Oh ja, hoeveel talen spreek je? Hoeveel talen? Twee. Engels, Duits, beetje. Oké. Okay. Nederlands. Marokkaans. Ja. En ik ben nu bezig met Franse cursus, man. Oh, echt? Ja, man. Oh, waarom? Ik zit ook bij het Marokkaanse elftal. Oh, ja, tuurlijk. Ik kom veel in Marokko en zo. Ja. Weet maar nog, misschien heb je het in de toekomst nog nodig, weet je. Of volgend jaar naar Paris en zo meer kan ook. Kan naar Frankrijk, dat is een mooie competitie. Het domste wat je ooit gedaan hebt om indruk te maken op een vrouw? Het domste. Dat je echt dacht van, oh, wat heb ik nou weer gedaan, jongen, daarna achteraf. Domste. Zo.
beetje stoer doen of zo, of groot praten of wat dan ook. Nee, weet je wat wel een keer was? Ik was in Enschede. Ja. En op station, vergeet ik nooit meer, was een boom met allemaal van die bladeren. Maar als het regent, dan wordt het toch een beetje nat. Ja. Dus mijn vrienden waren allemaal daar aan het wachten en ik kwam net uit de bus of zo, van school of zo. Dus ik gaf een meisje die bij mij in de klas zat, gaf ik een hand. Ja. Gaf ik gewoon een hand, 3 kusjes en dan liep ik weg. Dus ik bleef nog naar haar kijken, ik zwaaide zo. Ik knalde vol tegen die boom. Nee. Dus al die bladeren, al het water viel op mij. Ja, toen ging mijn vrienden helemaal stuk. Dus dat was wel echt het domste wat ik heb meegemaakt, man. Dat is mooi. En we gaan even tekenen nog, want ik had een paar ballen meegemaakt. Ja, toch, sowieso, man. Kijk, deze mochten niet bij mij in huis, hoor. Maar hoe kom je aan deze dan? Ik in de schuur. Hè? Heb je deze gewoon besteld, alles? Ik krijg alles, jongen. Eén belletje. Lekker, hoor. Kijk hier, gek. Mooi, hè? Ja, dat zijn wel goede ballen, man. Ja, mooi, man. Dit is mooi, man. Is echt een mooi dag. Is echt mooi. Maar je kan ook een beetje Marokkaans worden, ik, hè? Ja, ja. Alleen kan ik vieze woorden. Ja, alleen, ja, vieze woorden. Ja, doe maar niet, man. Nee, doe ik niet. Man. Ik weet het wel. Hoe heb je dat geleerd dan? Oh, deze doet het niet, man. Die moest je hebben. Sorry. Hey, ik ben toch opgegroeid, joh, met Marokkanen in Arnhem, jongens. Je zegt net zelf. Maar waar kwam je van Arnhem gewoon? Uit Arnhem, ja. Oh, dus vandaar Apeldoorn is ook niet echt ver van Arnhem, toch? Nee. Oh. Nee, maar ik dacht eerst dat je altijd een Amsterdammer was, man. Nee, joh. Maar je hebt daar wel gewoond, toch, in Amsterdam? Ja, toen ik 13 was, ging ik naar Ajax. Je hebt alles daardoor meegemaakt, gewoon C1, of was ik C1, hoe oud ben je dan? 14? 13, 14? Ja, man. Zoiets, geloof ik. Karim! Nog een shirtje. Karim El Hamadi. Maar kom je nog wel eens bij stadions en zo, wedstrijden en zo? Of helemaal niet meer? Twente, af en toe. Ja? Ajax dan helemaal niet? PSV, Ajax, nee. Ajax nog nooit. Nee? Zeg maar nooit. Weet je, dat honk, dat is afgebrand. Weet je wel, daar ging ik altijd heen, de supporters. Ja, echt? Ja. Gewoon met die supporters en zo? Ja, man, ik ging altijd daar. Ja, vind ik leuk. Ik hou niet van die bobo's en zo, ja, weet je wel. Ja, man, je bent echt meer van die... Ik ben gewoon een jongen van de straat. Straat, voor de rest niks, ik ga niet... Ja, klopt, dat is wel zo, man. Je hebt dit, wat voor loge heb je? Ja, man. Wel top, maar klap in die kop, man. Weg, ja, je hebt gelijk. Lekker normaal. Je houdt niet van die... Nee, je ziet ook veel voetballers en zo. Nee, gewoon lekker normaal. Dat verplicht aardig moeten doen, snap je? Nee. Ja, de zogenaamde aardig. Als je omdraait, dan zeggen ze... Nee, daar hou ik ook niet van, man. Weg ermee, man. Nee, is goed, man. Is goed. Was gezellig, man. Ja, was echt mooi, man. Bedankt, man. Is goed, man. We gaan een mooie show maken. Is goed, man. Ik ga je laten zien. Ik spreek je snel, man. Bedankt, hey. Hey, rustig aan, hè. Ja, rustig aan, vriend. Groet aan Mechie. Ja, jij ook. Ik ga hem zo op de app gek maken. Ciao, rustig aan, vriend. Bedankt.